Nou, ik kan je alvast garanderen dat wij het komende kwartier zeker 3 waanzinnig gave hits laten langskomen. Waaronder één van een waanzinnig gave artiest die ik vanavond hier bij Wild FM, bij Wild Fate Live even zal gaan inbellen. Maar dat is pas achter het volgende en het eerste en eigenlijk wel het mooiste itemtje van de dag. Van deze avond vanavond. En dat is de zegening van de week. Welkom dat je weer luistert. Tof dat je bent ingetuned. En wij zijn echt benieuwd waar je zit te luisteren. Wat je aan het doen bent. Waar je bezig bent. Laat het ons even weten via de WhatsApp. 06-3939-2050. 06-3939-2050. Of laat het eventjes via de socials weten. Via de Insta, de Facebook. Of via United 7. Want je kunt ook ons vanavond weer live zien hier. Live vanuit de studio hier bij Wild FM. We zitten hier weer er gezellig bij. Wij hebben er heel veel zin in. Links van mij, zoals gewoonlijk, rechts voor jullie als je meekijkt, zit daar natuurlijk Marije weer. Woehoe. Gezellig samen mee presenteren. En wij hebben een waanzinnig gave, toffe gast vanavond weer hier in de studio gekregen. Dat is Elsa Schaddelee. Zij is een influencer. Als je haar volgt of nog niet volgt op de socials, dan moet je dat zeker gaan doen. Want zij laat niet alleen zien wat voor een passie ze heeft voor mooie dingen, maar ook gewoon dingen uit haar leven die ze laat zien, die ze laat horen, die je mee kan laten doen, die je mee kan laten. Ze laat je meepraten over dingen. Ze vraagt heel veel impuls. Welkom Elsa in Wild FM. Dank je. Wat een introductie. Ja, hè? Nou, daar heb ik even over nagedacht natuurlijk. Ja, ja. Hè? Want dat moet ik altijd proberen. Daar probeer ik elke week ook weer beter in te worden. Ik denk dat Elsa regelmatig gewoon langs zou komen voor die booster intro. Ik ga met een veer in mijn reet naar huis straks. Nou, goed zo. Ja, dat is heel goed. Maar ja, zoals ik al zei eigenlijk Elsa. Ja, nou, ik heb het al een beetje verklapt. Maar ik zal je niet gelijk dat laten doen. Want dat kan Marije een stuk beter. Marije, we zeggen altijd aan het begin van ons programma hier bij Wild FM met Wild Fate. Wat voor mooie zegening. Want meestal maken we er wel veel meer mee. Maar welke schiet er voor jou deze afgelopen week uit? Nou, we gaan straks Victorious draaien van Roberto Rosso. Ja. En waren het niet zo dat hij 10 jaar DJ was. En dat vierde hij in Harderwijk. En ik was dus samen met mijn date was ik daar bij dat feestje. En dat was echt heerlijk zingen. Sterker nog, er werd voor de eerste keer kwamen de voetjes van de vloer sinds 1,5 jaar COVID. Dus dat was zeer plezant. Heel leuk, heel leuk. Ja. Ja. En dat je date heeft gedanst, dat is volgens mij ook wel heel bijzonder. Want zo vaak, ik ken ook jouw date een beetje. Dat is net als ik, zo'n stijve hark. Dus dat gaat. Vaak zie je die mensen zo lekker bewegen daar. En dan ziet die echte dancefans, die gaan helemaal los. Nou, dat is niks voor mij. Maar voor hen dus wel, hè. Dus Joost, er is nog hoop voor jou. Dat is ook nog hoop voor mij. Nou ja, goed. Elsa, de aftrap is voor je gedaan. Heb je dan nog iets moois? Jazeker, ja. Mag ik er ook 2 noemen? Ja, oké, vooruit. Vooruit, thanks. Ja. Nou, 2 dingen. Allereerst is eigenlijk heb ik elke dag een zegen. Ik heb 2 kindjes en die knuffelen heel graag in de ochtend. Dus elke ochtend word ik wakker met 2 knuffelende jongens die bovenop me springen. Oh. Kijk. En dat is echt de zegen van elke dag. En dat is niet om 5 uur 's ochtends al. De laatste 2 dachten wel, maar normaal gesproken niet. Dus die is iets minder fijn. Maar dus dat is echt een zegen. En een ander zegen is dat mijn nieuwe programma is een soort van half afgetrapt. Dus de eerste klant, daar had ik vandaag een sessie mee met het businessprogramma. Ik ben ook ondernemerscoach. En dat was fantastisch. Dus daar heb ik erg van genoten. Dus dat was ook een zegen. Dus, wauw. Ja. Ja, mooi. En daar gaan we veel meer over horen vanavond. Over die ondernemer die je ook nog bent. Naast moeder, naast partner, naast influencer, naast van alles en nog wat. We gaan het horen deze avond. Wil je nou een vraag stellen vanavond aan Elsa? Schroom vooral niet door dat via de socials te doen. Of via ons nummer, via de Wild FM. Hier live in de uitzending kan ik dat gelijk aan Elsa vragen. Via 06-3939-2050. Dus maak daar gewoon ook lekker gebruik van. Ik zal misschien ook wel de hekkensluiter zijn deze zegening moment. Nou, dat is
Ja, want het was gewoon heel erg leuk. Ik heb mijn dochter, ik ging afgelopen zaterdag. Het was het groot van de regen. Ze doet de buitensport. En ik heb met mijn jongste dochter ging ik mee om als vader te rijden. Want iedereen moet bij Tourbird een keer mee. Dus ik ging mee. En nou, Rempel, ze wonnen met 9-1. Oh. Een uitwedstrijd in echt in de keiharde regen. En dan zie je wat voor een passie en motivatie die kinderen hebben om echt ervoor te gaan. En toen dat eerste doelpunt ging, toen ging ze helemaal los. Ja, ze heeft zelf niet gescoord, maar ze heeft alles tegengehouden. Want ze stond in het goal deze keer. Dat is ook bij Tourbeurt. Dan moeten ze allemaal een keer ergens staan. Maar ze heeft het goed gedaan. Het hele team is heel leuk. Dus het was heel leuk om als vader daar te zijn en dat mee te maken. Fantastisch. Dus, en nu gaan we luisteren naar Victorious. Yes, daar gaan we. Van Roberto Rosso. Swing letteren mee.
Ja, ja, dat was Victorious van DJ Roberto Rosso. Wat een heftig nummer, zeg. Nou ja, daar kan je wel eventjes helemaal op losgaan. Ik hoop niet dat je de vangrail in bent gereden en dat je een hoedje bent geschrokken. Maar daar ga ik niet van uit. Maar zo zie je maar weer wat een gave dancemuziek wij hier gospel dancemuziek er wordt gemaakt in Nederland. Nou, en daar heb ik eigenlijk ook iemand voor aan de lijn voor het volgende itempje. Dat is namelijk het volgende itempje. Dat is, ik moet eventjes gauw de boel openbeschuiven. Dat is deze. Dat is, Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM. Ja, ja, de laatste gospelhits. Nou, die zijn vanavond, komt die bij Reijer vandaan. En als het goed is, heb ik hem hier in de uitzending. Reijer, welkom. Hallo, goedenavond. Hey, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Dat ik erbij mag zijn. Ja, we vinden het heel tof dat je ook eventjes tijd had in je schema om eventjes bij ons in de uitzending te komen. Want ik heb eventjes wat researchwerk gedaan van deze producer, beste mensen, beste luisteraars. Maar Reijer, ik zal het je eventjes verklappen. Want die introductie die ik met Elsa net heb gehad, die had ik eigenlijk ook voor jou voorbereid. Maar die had ik eventjes nog naast me liggen op mijn iPad, Reijer. Maar Reijer is een multimuzikaal talent. En hij is niet alleen een muzikant, hij is ook een zanger. Hij is een DJ, hij is een producer, hij is een songwriter. Writer, en hij heeft tientallen miljoenen volgers op YouTube. Na diverse albums, waaronder een van zijn laatste albums, een dance remix. Nou, dat is nu recent uitgekomen en dat heet The Remix Project Volume 3. Dat is op alle bekende muziekplatformen te vinden, inclusief op YouTube uiteraard. Dus daar kan je hem ook lekker gaan volgen, want hij maakt waanzinnige muziek. Reijer, dit is natuurlijk een berg werk waar je u tegen zegt. Ja, zo kan je het ook bekijken. Dat is eigenlijk de iets pessimistischere aanpak om zoiets te benaderen. Maar ja, het is eigenlijk voornamelijk... Ik dacht er van de week nog over na. Van hoe ga je eigenlijk om met muziekprojecten? Yeah. En eigenlijk zie ik het gewoon als je wil gewoon iets heel vets maken, iets heel goeds. En dan vergeet je eigenlijk alle uren werk die erin zitten. Want het is gewoon zo leuk om te doen. En het gaat om het resultaat. Dus hopelijk is dat goed gelukt. Ja, kun je ons en mij en de luisteraars eens een beetje meenemen? Hoe komt nou een nummer van een van die vele nummers die op zo'n nieuw volume staan? Want het is gewoon een nummer 3, dus een nieuwe 3-album. Dus dat houdt in dat je er al 2 hebt gedaan. Maar hoe komt dat een beetje tot stand en hoe ga je dan een beetje te werk? Kan je dat heel kort een beetje uitleggen? Ja hoor, ik doe mijn best. Nou, het is eigenlijk een hobby van me. Dus hoofdzakelijk schrijf en produceer en release ik worship muziek. Dat zijn dan mijn albums Eeuwig Licht en Hoop in mij en Ik Ben. Die is van 2020, vorig jaar. En daartussenin heb ik altijd even tijd. En dan denk ik, van, ja, waar heb ik nou zin in? Ja, ik hou gewoon van muziek, dus al snel ga je dan daarmee bezig. En sinds 2013 maakte ik mijn eerste remix. Eigenlijk bij toeval, want ik was gewoon een beetje aan het rondspelen. Van God's Great Dance Floor, een nummer van Chris Tomlin en Martin Smith. Ja, en dat werd zo, in het begin eigenlijk nog een beetje, pammetjes ontvangen. En dat ging al snel, toch wel heel een hele goede kant op. En sindsdien maak ik ze eigenlijk aan de lopende band. En om het jaar release ik het dan. En eigenlijk, heel kort gezegd, van A tot Z, is het eigenlijk precies doen waar je zin in hebt. Ja. Dus het is echt, ik hoor een track op de radio of ik hoor een track op Spotify. En ik, oh wauw, zo'n drop. Hè? Dus een beetje het intermezzo van het nummer. Of zo'n soort beat wil ik ook maken. En ik produceer al best wel een tijdje. Dus op een gegeven moment kan je ook wel denken, oké, dit kan ik wel. Ik weet hoe dit werkt. En soms is het zo dat ik pas nadat ik een track heb qua sound, dat ik pas ga denken, oh, welk worshipnummer zou hierbij kunnen? Dus soms met Great I Am van de nieuwe plaat is dat zo gebeurd, dat ik eerst dacht van, oh wauw, ik wil een hele dikke house drop, heel, heel bruut. En daarna ging ik pas eigenlijk een beetje rondkijken van, oh, wat voor soort nummers kunnen erbij? En soms is het wel zo dat ik al het nummer weet en dan ga ik er dingen bij zoeken. Maar ik wil eigenlijk mezelf zo min mogelijk beperkingen opleggen. Dus als ik al heel erg ga luisteren naar het arrangement van het nummer, dan is het minder creatief. Dus ik probeer altijd zo fris mogelijk erin te stappen.
Ja, gewoon. Ik vind het echt geweldig dat je er zo energie vooral van krijgt en gepassioneerd voor bent. Want ik vind het ook heerlijk om vooral ook in onze shows hier bij Wild FM te draaien op een goede mix op de FM namelijk. Want dat klinkt heel wat anders dan over het algemeen thuis op je kleine huisstereootje, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat, dat er gaat, is dat altijd wel lekker om te luisteren. Kan je mij kort ook vertellen ook... wat je passie ook sowieso van muziek is. Wat vind je het mooie eraan? En misschien ook wel het stukje geestelijke eraan. Want ik weet ook dat je veel meer doet ook voor kerken, voor kerkmuziek maken. Met heel veel gospelartiesten werken. Maar wat is voor jou nou die parel in die muziek? Parel in de muziek. Wat een mooie term. Kijk, voornamelijk ben ik een creatief persoon, zeg maar. Ik bedoel, eigenlijk zijn we allemaal wel creatief. In zekere zin natuurlijk. We komen natuurlijk van een creatieve God. Maar in mijn geval uit dat zich op heel veel verschillende manieren. Dus als kind al tekende ik bijvoorbeeld heel veel. Dus daar hou ik ook heel erg van. En muziek kwam eigenlijk al snel daarna, omdat mijn vader muziekleraar was. En dat pak je dan op en dan ga je dingen naspelen van tv of van films. En ik ontdekte gewoon steeds meer affiniteit dat ik daar affiniteit mee had. En dat ik gewoon heel veel in kon stoppen. Dus zowel qua live spelen als maar ook dus echt produceren. Dus ik zat eigenlijk als 10 of 11-jarig pikkie al gewoon met van die muziekmaakprogramma's te proberen. En dat vond ik gewoon zo leuk dat ik dacht van, oh wauw, dat ga ik echt, dit klinkt bijna net zo goed als de radio, weet je, dan ga je heel hard je best doen. En dat is voor mij, het is echt spelen. Het is echt een soort speeltuin waar je in zit en je kan, net als een schilder, kan alles op een canvas schilderen wat hij of zij wil, met kleuren, dit en dat. Nou ja, zo kan je produceren ook zien, dat het gewoon echt, een recent voorbeeld is bijvoorbeeld Eline Bakker, die er album bij mij heeft geproduceerd. Dan gaan we per liedje gewoon kijken, oh wat. Wat voor soort sfeer mag het hebben? Wat moet de luisteraar ervaren? Moet het juist heel emotioneel zijn? Of mag het stoer zijn? En het is echt spelen. Het is echt alsof je een soort speelgoedwinkel tot je beschikking hebt. En je mag ervan maken wat je wil. En uiteindelijk, het geestelijke aspect erachter is... ik noemde natuurlijk net al even de creatieve God die erachter zit. Die geniet er denk ik net zoveel van als wij. Ik denk ook... ik kan het alleen maar invullen, maar ik kan me zo voorstellen dat hij er net zo hard van geniet als zijn kinderen mooie dingen maken dan als wij dat zelf doen. En dat hij ook volgens mij heel erg heeft genoten van het maken van de schepping en de aarde. Ik weet niet, ik zie er wel een soort natuurlijk verband in. Ik denk, dingen zijn veel sneller geestelijk dan we ze soms maken. Ik denk dat soms maken we dingen iets te zwaar en ik denk dat ook het maken van mooie dingen zelf en daar plezier uit halen, dat is ook wel een stukje aanbidding en een stukje dankzegging naar God toe. Ik weet niet, ik zie het ook graag zo. Gewoon echt iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben dat ik het mag doen. Als mijn baan zelfs. En dat is echt een enorme zegen, zie ik dat als. En ik hoop het nog heel lang te mogen doen natuurlijk. Ja, ik vind het echt heel mooi samengevat hoe je echt... het volgende nummer al bijna een beetje voor mij heb aangekondigd, wat ik hier op mijn playlist heb staan vanavond hier bij Wild FM, om van jou te draaien na dit korte gesprek wat we hier hebben gehad. Dat is Build My Life. En ik zie het ook echt zo voor me hoe prachtig mooi ook God jou gebouwd heeft tot het moment waar je nu ook bent en waar je nog veel verder naartoe mag bouwen. Want naar mijn gevoel ben je nog lang niet uitgecreëerd en geproduceerd met de ideeën waar je vol mee zit en waar je lekker mee bezig bent. Dus daar maken wij heel erg dankbaar gebruik van hier op de radio. En ik denk ook los daarvan de luisteraars hoop ik ook te inspireren. Niet alleen met jou, maar ook met andere mooie Nederlandse talenten als Roberto en Retain, die we hier ook al in de uitzending hebben gehad over wat gave muziek door jullie wordt gecreëerd vanaf een creatieve God vandaan. Dus nogmaals hartstikke bedankt voor je tijd om eventjes hier in de uitzending te zijn. En ik wens je heel veel succes en zegen met nieuwe dingen te bouwen. En we gaan luisteren naar Build My Life van Reijer. Yes, thank you. Yo! Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring.
worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Ja, ja. En wil je nou nog meer van Reijer luisteren of bekijken? Ga dan naar zijn Spotify-kanaal Reijer Music of naar YouTube. Word een van die miljoenen volgers, want dat heeft hij er ondertussen. Want het is zulke lekker muziek om op te sporten of lekker van te genieten. Of lekker op te dansen, als je dat wil natuurlijk. Dat voor ieder wat wil, want ja, sommigen zijn nou een beetje stijve hark als ik. Maar goed, dat is los ervan. We hebben natuurlijk hier te gast Elsa, zoals we al in het begin van deze uitzending zeiden. Denk je nou, ik heb die waanzinnig toffe introductie gemist. Nou, wacht dan vooral tot morgenochtend, want dan staat hij gewoon weer op Spotify als een podcast. Dus dan kan je ook gewoon deze podcast naluisteren. Maar zoek ondertussen alvast even op je smartphone, als je toch op de telefoon zit, naar Elsa Schadelee. En ga er even volgen op Instagram. Want ze heeft veel te vertellen en ook veel te delen vanavond, denk ik. En wij hebben in ieder geval de avond weer voorbereid. En nogmaals hartstikke welkom, Elsa, dat je er bent. Thanks. Jij hoopt dat ik veel te vertellen heb natuurlijk. Hè? Dat moet je nog maar afwachten. Oh jee, ga me nu wel afremmen. Nee hoor, Elske was altijd het boek voorlezen. Dus, ja precies, dat komt helemaal goed. Ja, nou ja, goed, precies. Je hebt blijkbaar wel veel plezier in alles wat je doet. En wat is dat voor jou eigenlijk gewoon, lol? Wat lol voor mij is? Mooie vraag. Ik denk dat lol voor mij... Ik weet niet of ik heel veel heb met het woord lol, maar wel veel met plezier inderdaad. Gewoon echt genieten van wat er vandaag gebeurt. Niet te veel vooruit leven met de toekomst. Ik kan ontzettend groot dromen. Ik ben een pionier, ik hou van groot dromen. Maar ik ben ook wel echt aan het leren om lekker in het hier en nu. Gewoon, wat is er op dit moment? En daar gewoon keihard van genieten. En gewoon alles in je opnemen. En met een sparkle. Gewoon genieten van het hier en nu en wat er is.
En hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken... oh, dat zou ik zo graag willen. Wat is de sleutel? Een goede vraag. Wat de sleutel voor mij is, is een stukje dankbaarheid. Dus echt daadwerkelijk uitspreken van... wow, oké, ik ben nu hier en hier wil ik van genieten. Dus het gewoon tegen mezelf zeggen, ook als ik het nog niet helemaal voel. Ja, ik denk vooral dat. Dus mezelf eraan herinneren hoe bijzonder het eigenlijk is wat er vandaag is. Of dat nou is dat ik nu hier zit, want dat is super bijzonder. Of dat dat dus is dat ik lekker met mijn jongens aan het kroelen ben. En dat ik dan gewoon even hardop zeg... oh, ik ben zo trots en zo dankbaar voor jullie. En ik hou van jullie. En dat je daar dus ook even jezelf aan helpt herinneren... van hoe bijzonder eigenlijk dit moment wat je nu leeft is. Of je in een auto zit, of je aan het werk bent... of je even lekker op de bank hangt en niks doet. Maar elk moment doet ertoe. En in elk moment kan je plezier vinden, denk ik. Ja. Ik heb laatst meegedaan aan een dankbaarheidschallenge... En dat was echt wel tof, want er waren een paar gasten die zoiets hadden van... wat als je nou gewoon voor een maand lang elke dag bewust dankbaar bent... dan gebeurt er dus van ook alles en nog wat in je brein met de stofjes die daarin vrijkomen. Ja. Maar het bijzondere is eigenlijk dat dat al jarenlang of al eeuwenlang een traditie is... die ook al in de Bijbel staat. Vandaag is het dankdag. Dat was altijd ook in de oudheid was het al van dat je vierde wat je geoogst had... En dat van wat er dan was ook een gedeelte weggegeven werd. Heb je iets met dankdag? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet bewust was dat het vandaag dankdag was. Totdat ik het vandaag op Instagram voorbij zag komen. Maar vroeger had ik er heel veel mee. Ik kom uit Gergem, dus uit een traditionele hoek. Dus daar werd het heel vaak gevierd. Maar toen vond ik het altijd een beetje vervelend. Want toen dacht ik, ja, wat is dit precies? En heel traditioneel, zeg maar. Terwijl ik nu veel meer bezig ben met dankbaarheid. En ik eigenlijk dankbaarheid veel meer in elke dag probeer te zoeken. En waardoor ik eigenlijk het wel weer begin te waarderen. En dus ook dat ik vandaag dacht, oh, waarom vier ik dat eigenlijk niet meer? En dat ik inderdaad wel dacht van, nou, misschien is dat iets voor volgend jaar. Om ook weer even heel bewust mee te nemen. Maar ik probeer het ook echt in elke dag te vinden. Weet je, en niet, ik denk dat elke dag gedankt mag worden. En elke dag uit mogen spreken. Dat we dankbaar zijn voor wat we krijgen. Want wat brengt het je dan om dankbaar te zijn? Sowieso een blij hart. Ik word er gelukkig van. Als ik echt uitspreek waar ik dankbaar voor ben. Weet je, soms kan je gewoon vetzagrijnig zijn. Of dat je denkt van Getvert, zit even tegen of zo. En op het moment dat je dan eigenlijk gaat kijken naar wat zit er nou eigenlijk wel in vandaag. Wat heb ik wel in plaats van wat heb ik niet. En je dat daadwerkelijk hardop uitspreekt of voor jezelf even uitschrijft. Dan verandert het je blik of zo. Je kan opeens zien wat er wel is. In plaats van dat je zit in het... Getver, het regent vandaag. Of het zit tegen. Of het lukt me niet op mijn werk. Kan je bedenken van... Hey, wow. Ik heb net in de supermarkt heb ik een vet tof gesprek gehad met iemand. Of weet ik veel. Er is een superleuk mailtje eigenlijk binnengekomen met een potentiële klant. Of... Wat je kon kaarsjes aan doen, want het regende de hele dag. Welkom exact. In de herfst. Ja, weet je, ik kan met een thee met een kleedje op de bank zitten en lekker tegen mijn vent aankruipen. Soms zijn er juist die kleine momenten dat je denkt, oh, maar het is er wel. Ja. Volgens mij zag ik die dankbaarheid ook gewoon op je Instagram voorbij komen. Want ik volg je nog niet zo heel lang natuurlijk, sinds dat ik wist dat je hier zou komen. Maar volgens mij zei je zelfs van, ik ben blij met een warm huis, een droog huis, gezonde kinderen. Ja, dat is allemaal niet vanzelfsprekend eigenlijk. Maar we zijn er dan zo aan gewend dat het wel vanzelfsprekend is. Ja, ik denk dat we onszelf soms... dat we te vaak kijken naar wat we denken dat succes is... en wat we denken dat, zeg maar, ooit wat hoort of wat ons blij maakt. Terwijl ik denk dat het echt zit in die kleine dingen. Gewoon je realiseren dat je zo verwend bent met een dak boven je hoofd. Er zijn gewoon mensen die dat niet hebben. Dat je de mogelijkheid hebt om iets voor een ander te doen. Dat je de mogelijkheid hebt in deze tijd. We kunnen, nou ja, als vrouwen kunnen we al zoveel meer dan normaal. Maar ook gewoon als mannen. Je hebt de mogelijkheid om werk te doen wat bij je past. In plaats van dat je werk doet wat generaties voor jou bepaald hebben dat je gaat doen. Je hebt zoveel ontwikkelingsmogelijkheden in deze tijd. Je kan maar googlen en je kan iets vinden. Je kan jezelf ergens in ontwikkelen. Er zijn zoveel dingen om voor te danken. Dat is echt... Ik denk dat we onszelf echt wat meer mogen realiseren. Nou, dat was een ander ding waar je dankbaar voor was dit najaar. Want je lanceerde een boek. Ja. Je eerste boek, hoe was dat? Ja, bizar. Ja, ik heb 1,5 jaar lang aan een boek gewerkt. Dat bloed, zweet en tranen. 100%. Ja, dat proces van een boek schrijven, dat leek me altijd heel rooskleurig. Dat was alles behalve rooskleurig.
Gewoon lekker rustig op een tafeltje zitten zo. En een mooi zonnetje erop. Heerlijk. En lekker in de stilte. Stilte met twee jongens. En lekker zo even lekker schrijven. En het vloeit uit je pen. Ja, ik droomde. Als ik dan over zoiets nadacht, dan zag ik mezelf zo in Engeland zitten. In zo'n heel idyllisch huisje, weet je wel. Nou, realiteit was totaal ver vandaan. Maar ja, het was wel echt heel bijzonder. Het was echt een enorme reis. Hoe heet je boek? Geroepen voor Gods plan met jou. En daar ga ik dus in op de vraag: heeft God überhaupt een plan met mijn leven? Hoe zit dat? Echt ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht. Dus het was eigenlijk. Ik was benaderd door de uitgever Jongbloed. Die zei: hey Els, jij hebt een podcast. Ik heb ook een podcast. Wij denken dat jij iets te vertellen hebt aan jouw generatie. Hoe heet die podcast? Called for Greatness heet het. Called for Greatness. Called for Greatness. Zoek hem op. Ja. En zij zei: we denken dat je iets te vertellen hebt. Wil je een boek schrijven? Dus ik was heel tuurlijk. Als jullie mij een jaar de tijd geven, ga ik dat fixen. Nou, het werd uiteindelijk 1,5 jaar tijd. En toen had ik ja gezegd. En toen dacht ik, maar waar ga ik eigenlijk over schrijven? Dus dat was een hele reis. En uiteindelijk ben ik toegegaan naar dat wat mij heel veel heeft beziggehouden in heel mijn leven. En op dat moment ook er echt ontzettend naar boven kwam. Ja, maar wat doe ik hier eigenlijk? En heeft God een plan? Heeft mijn ambitie, mijn talent iets te maken met wat God voor me heeft? Of staat dat daar totaal los van? Vroeger had ik al een beetje het idee, ik moet naar als zendeling iets doen als ik God wil volgen, weet je wel? Klopt dat wel? Dus ik heb het eigenlijk echt aangegrepen als een eigen zoektocht. Ik heb het boek vooral voor mezelf geschreven in die zin. Weet je, als het een aantal mensen mag bemoedigen, dan zou het al helemaal waar zijn. En het is inmiddels niet zomaar een boekje, want het is een dikke pil geworden. Ja. Oh jee, het lijkt wel alsof jij hem al 68, op je boek had. Ik had gepre-ordered. 68 hoofdstukken, of hoeveel zijn het er? 75. 75, zie je? Ja, en dan zijn er nog een paar extra, want het zijn uit twee delen. Je hebt inderdaad 75 inspiratiestukjes. En in deel 1 leg ik meer uit wat ik denk na onderzoek en lezen en vragen. En mensen interviewen, zoals ook jou. Van joh, hoe zit dit nou? Daar leg ik dat uit. En in deel 2 ga je heel praktisch aan de slag. Ik hou echt van praktisch. Gewoon, nou ja, dagelijks leven. Niet alleen vergeestelijke, maar juist. Hoe zit het in het hier en nu? Gewoon, in mijn leven, in elk moment, zeg maar. En dat bespreken we in het tweede deel. Dus dat is echt heel tof. En ja, het is er. En het is een dikke pil. Ik echt, toen ik hem in mijn handen had, dacht ik, heb ik dit geschreven? Ik heb er helaas weinig over gehoord ergens. In de landelijke tamtam, zou ik maar zeggen. Maar is het omdat er nog misschien een echte lancering? Of heb je het ook echt overhandigd gekregen? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, mooie vraag. Nou, ik heb het dus met een uitgever gedaan. Dus de uitgever die stuurt dan ook persberichten uit. En ik heb wel een lanceerfeestje gedaan, maar echt intiem. Dus gewoon met de mensen. Met mijn familie, met vrienden, met mensen van wie ik hou. Ik had niet heel veel zin in een heel grote party. En dan stuurt een uitgever, die stuurt dus persberichten uit, inderdaad. Maar ja, je moet maar afwachten. Kijk, dit is mijn eerste boek. Heel veel mensen hebben geen idee wie Elsa Schadelee is. Dus dan moet je als media ook maar denken, ja, we gaan die meid uitnodigen. Want je hebt geen idee wat ik te zeggen heb, natuurlijk. Is nog niet zo heel veel opgepakt. Maar tegelijkertijd, ik heb dit boek wel ook echt samen met God gedaan. En ik heb dus ook tegen hem gezegd van, weet je, ik wil dat u me op plekken brengt waar ik mag zijn en waar ik kan spreken. En ik geloof dat hij gewoon weet wanneer ik klaar ben voor welk moment of zo. Weet je? Ik denk dat soms, je wil ook niet te vroeg pieken of zo. Ik denk dat we soms te hard willen rennen, maar dat soms eerder kan schaden dan dat het goed kan doen. Ja, volgens mij heb je ook nog wel de leeftijd om te groeien in die zin, in een soort van boekenvolwassenheid. Van dat er nog een deel 2, 3, 4 zo zomaar zou kunnen komen. Maar even voor mij, beeldvorming, Elsa. Hoe hebben de mensen jou nou. Ze luisteren je podcast. Jongbloed is voor de luisteraars die denken misschien, ja, ik weet helemaal niks van uitgeverijen. Nou, ik weet toevallig dat Jongbloed een van de christelijke grootste uitgeverijen is. Die hebben echt. Nou, misschien tientallen, honderdtallen boeken die ze echt uitgeven. Dus zij nemen kosten voor hun rekening. Ze nemen redigeren van het boek. Ze nemen alles voor hun rekening. En die vinden jou zomaar als een speld in een hooiberg, letterlijk en figuurlijk. Van, die moeten we hebben. Want die heeft wat te vertellen. Dus dan heb je ook een achtergrond dat je denkt, ik heb wat gedeeld. Of ik deel misschien wel zoveel in die podcast. Dat ik eigenlijk mezelf ook echt heel kwetsbaar opstel. Want ik denk uiteindelijk dat het daar ook wel bij komt kijken, dat je je kwetsbaar opstelt. Ook als ik de inhoud heel even gauw, daar gaan we natuurlijk meer over horen. Ook over die praktische zin, want dat vind ik heel gaaf. Ook als je in dat boek zoveel van jezelf ook eigenlijk laat zien. Dat is best wel een impact op je gezin. Ja,
Ja, ja, op mijn gezin ook. Dat is maar even verhaal, dat die maar, eerste ja. vraag eigenlijk. Van, wel, heb je enig idee dat ze... Jongbloed kwam bij je, die belt even aan bij de voordeur van mevrouw Schadelee, familie Schadelee. Ja, wij willen een boek met je maken. En je denkt, oké, okay, nou, why me? Ja, leuke vraag. Ja, ze hebben me gemaild. Ze stonden niet voor de voordeur. Oh, ja. Beetje ver, want ze zitten in Heerenveen. Ja, oh, ja nou, goed. Maar ja, ik kreeg net opeens dat mailtje. Nou, ik weet dat iemand die bij hun heeft gewerkt, die volgde mij al een poosje. Dat is Erdine Hogeboom. En er is nog iemand anders, Dagmar. En zij hebben mijn naam al een keer eerder bij hun genoemd. Maar dan meer als ondernemerscoach. Ik ben ook ondernemerscoach hiernaast. En toen ik op een gegeven moment gestart ben met de podcast Called for Greatness, toen kwam dus de hoofdredacteur van dat moment. Zij is inmiddels weg. Maar zij kwam er toen achter van, hey, Elsa heeft meer te vertellen dan alleen het ondernemerschap. Ze heeft ook echt visie op geloof, op het leven. Ja, ik vind haar een tof mens, denk ik. Ik weet niet precies wat er in haar hoofd is gebeurd. Maar zij had toen zoiets van, joh Els, ik denk dat jij dit kan. En ja, super bijzonder. Er wordt ook echt een uitdaging bij je neergelegd dan. Ja, ik schrijf social media posts en ik schrijf blogs af en toe. En e-books. Maar dat is zo'n andere orde dan een boek schrijven. Dat is echt, dat is compleet anders. Het boek heeft 224 bladzijden. Dus het is ook wel echt... Ja. Ik heb wel wat geschreven. Ja. Het is echt een boekwerk. Ja, ik ben natuurlijk reuze benieuwd wat je conclusie was. Heeft God een plan voor je leven? Maar dat gaan we gewoon straks horen. Yes. Ja, want we gaan eerst eventjes eruit voor Kingdom Come. Daarom. Your kingdom come, and your will be done on earth as is in heaven. House in heaven, let your kingdom come.
Dit was Your Kingdom Come van King & Country. Ja, nogmaals, als je graag van dit soort muziek houdt, of je wil gewoon meer ontdekken van de waanzinnige gave gospel die er gemaakt wordt door heel veel artiesten, die wij ook hier van absoluut allemaal lekker willen draaien als allereerste natuurlijk hier bij Wild FM op Wild Fate. Ga dan eventjes naar Spotify en volg de lijst Wild Fate en dan kan je deze nummers lekker horen. Wij zijn vanavond hier bij Wild FM live in de studio. Heb je een vraag aan Elsa die hier zit als boekenschrijver, maar ook als ondernemerscoach. Misschien heb je wel iets van, joh, wat is er aan de hand? Wat coachen? Kan ik een keer kijken of je mij kan coachen? Laat het dan even weten aan de studio, want dat kunnen we elkaar doorgeven. 0639392050. En voor de muziek hadden we het eigenlijk over het hele boekproces. Elsa, hoe dat een hele worsteling is geweest. 224 pagina's. Ja. Hoeveel hoofdstukken was het? 75 hoofdstukken? 75 en dan zitten er nog een stuk of 10 bij. Dus uiteindelijk kom je op iets van 85. Ja, ja, ja. Een hele reis. En op een heel hoog tempo naar mijn gevoel. Want anderhalf jaar zo'n flink boek eruit persen, creëren, bedenken. Dat is nogal een hele impact op je, misschien wel even een beetje op je hele leven. Op je eigen leven. Op je geestelijk leven. Ja. Nou, 100%. Ik heb het daadwerkelijke boek, denk ik, eigenlijk in een half jaar geschreven. En er zit een jaar aan struggles en aan vragen en aan een zoektocht. Op het moment dat ik soort van het register opentrok van, nou, dit wordt het thema, toen ben ik ook echt een deep dive gegaan. Van ja, maar wat vind ik hier dan eigenlijk van? En wat zegt God hierover? En heb ik zoveel vragen gehad. Werd het eigenlijk alleen maar meer, weet je? Dus in plaats van dat je denkt van, nou, nu ga ik antwoorden vinden, werden de vragen alleen maar groter. Maar ook heel veel toffe inzichten doorgekregen. Dus uiteindelijk ook de rust weer en de antwoorden. En kon ik gaan schrijven. Dus ja, het was een heel proces. Ik had het niet willen missen, maar ik vond het niet altijd leuk tijdens het schrijven. Maar nu het er staat, dat er echt daadwerkelijk een boek is. En dat het gewoon zoveel mag doen. Ik kreeg van de week een berichtje van iemand die 70. Die zei, Els, ik heb heel veel van dit soort boeken in mijn kast. Maar nog geen één heeft me zo geraakt als deze. En komt zo dichtbij. Zo, wow. Dus ja, weet je, gewoon 70. Dat je gewoon, nou ja, ik ben nu 28. Dat je iets mag schrijven waarvan, ja, dat gewoon zo'n impact mag maken. Weet je, ik heb echt, toen ik het schreef, ik zei, al is het maar voor één iemand. Nou ja, die ene. Ja, die heeft wel gereageerd. Ik heb meer van dat soort reacties. Maar ja, dat is zo bijzonder. Dat is echt... En weet je, het is ook gewoon, het is makkelijke tekst. Dus ik ben geen theoloog. Het is geen hoogdravend, ingewikkeld verhaal, hoop ik. En natuurlijk zal er misschien wat woorden in staan als je er helemaal niet bekend mee bent. Dat je denkt, welke bijbeltekst, wat is dit? Weet je wel? Maar over het algemeen gewoon simpele tekst. En dat je gewoon wel, dat eigenlijk iedereen wel moet begrijpen wat er geschreven wordt. In ieder geval dat ik het lekker te lezen vind. Ik vind dat wel. Ik weet nou niet bijna. Ik ben zo nieuwsgierig dat ik denk, maar misschien denk Marije wel. Dat heb ik voorbereid op een 2 uur, Joost. En ik heb je bijna een quote die je zegt van, ah, dit is echt een ding die ik, nou, die ken ik uit mijn hoofd. Uit dat boek. Uit het boek. Goeie vraag. Nou, een van de dingen die ik echt heel specifiek heb uitgelicht. Ik heb eigenlijk maar één quote soort van uitgelicht. Ik kwam er net langs. Ik ga heel snel kijken of ik hem... Dus ik ken hem niet uit mijn hoofd. Er staat, wij zijn gemaakt om Gods karakter op aarde te weerspiegelen. En ik denk dat dat wel een beetje voor mij samenvat wat we doen. Rijer zei al heel mooi, hè? We hebben een creatief God. En ik geloof dat ook echt. Hij zei, eigenlijk is iedereen creatief. Ik kan dat staat ook, is een van de hoofdstukken ook. Ik geloof echt dat iedereen creatief is. Maar iedereen op een andere manier. En ik denk dat God in iedereen iets tofs heeft gelegd. Dat we gewoon allemaal zulke unieke, gave karakters hebben. En dat we daarmee... anderen mogen helpen en anderen iets moois mee mogen geven. Dat we hun leven gewoon een beetje mooier mogen maken. En dat we daarmee Gods karakter hier op aarde kunnen weerspiegelen. En weet je, er is soms pijn en er is soms shit in deze wereld. Maar je kan als individueel, kan je zoveel voor een ander betekenen. Door gewoon te luisteren of iets tofs te creëren voor een ander. Muziek te maken door dit soort momenten wat jullie hier doen. Dat je radio kan maken en dat er misschien wel nu iemand zit te luisteren op de bank of in de auto en die denkt, hé, hier heb ik echt wat aan. Of dat je zegt, hé, ik ben artiest, ik kan schilderen. Of je kan met nummers toveren, dat jij uit heel veel breinummers kan je iets fantastisch creëren. Wat wel sens maakt voor mensen, zeg maar. Er zijn zoveel verschillende creatieve vormen waarmee je anderen kan helpen in alle vlakken van het leven.
En ik denk echt dat de kern is van wat wij hier mogen doen. Dat we ons talent inzetten en gewoon ze keihard gaan ownen. Ervoor gaan staan en dat echt voor een ander ook echt inzetten. Dus niet alleen voor jezelf. Je mag er zelf van genieten, 100%. Maar dat je het echt doet van, hey, wat kan ik met wat ik heb gekregen, wat kan ik daarmee voor een ander doen? En wat kan ik doen om deze wereld een klein beetje mooier te maken? Ja, supermooi. Nou, ik heb een geloofsvraag voor jou. Mm. En dan komt de jingle aan. Ik ben benieuwd naar de jingle. Nou zijn we heel benieuwd. Ja, dat is deze. De geloofsvraag. En daar eindigen we eigenlijk het eerste boekje al mee. Heeft God dus een plan met je leven? Ja, ik denk het wel. Maar misschien niet zoals je van tevoren, zeg maar, als je die vraag hoort, kan het heel groot en heel spannend klinken. Maar ik denk dat God in iedereen iets heeft gelegd waar je wat mee kan en waarmee je een impact kan maken. Op jouw stukje leven, op jouw stukje waar jij nu invloed op hebt. Of het nou op je werk is, of het privé is. Ik denk dat we allemaal een positieve invloed te maken hebben. Dus ja, voor iedereen is er een plan. En wat als iemand nu denkt, ja, maar ik weet Gods plan voor mijn leven niet. Of misschien gelooft iemand niet in God. Ja. Wat heeft mijn leven dan voor zin? Ja. Nou, dat zijn twee aparte vragen. Hoe lang heb ik om dit te beantwoorden? Nou, je hebt nog 6 minuten voordat de reclame en het journaal begint. Dus wat als je het plan voor je leven niet weet? Ja. Nou, ik denk dat het heel tof is om die vraag gewoon open te gaan stellen. En dat je zegt of je nou wel of niet gelooft. Maar misschien ook als je het niet gelooft, dat je het wel aandurft. Dat je gewoon zegt, oké, God, ik ben er wel benieuwd naar. Zullen we samen op ontdekkingstocht gaan? En verwacht niet dat dan gelijk morgen je wordt wakker en opeens is het een soort helder licht. Ik ben ook nog steeds een beetje aan het zoeken. Ik denk dat we allemaal, eigenlijk hoop ik dat als ik 80 ben, dat ik nog steeds aan het zoeken ben. Want dat houdt me nieuwsgierig en dat zorgt dat je ook blijft ontwikkelen. Maar dat je wel gewoon, dat je het avontuur aangaat van, maar waar zou ik dan een impact op kunnen maken? En waar ben ik dan eigenlijk goed in? En dat je gewoon eens gaat kijken naar wat zit er nou eigenlijk in mijn hart. En wat kan ik daarmee doen om anderen blij te maken? Dus haakt dat dan een beetje aan op passie en op talent? Of ja. Zeg maar, is plan dan iets waarvan je zegt van, hey, dat is iets wat dus uitgestippeld is en dan moet je in wandelen? Of heeft het heel erg te maken met wat heb jij dus in huis, wat je net zegt? Ja. En ga dat ontdekken zodat je daarin impact kunt hebben? Ja. Ik denk dat God ons leven leidt. Maar ik denk dat wij wel degene zijn die ook de stappen bepalen. En ik kan me nog heel goed herinneren in ons. Ik heb jou geïnterviewd natuurlijk ook voor het boek van, hey Marije, hoe zie jij dit? En jij gaf dat mooie voorbeeld van de speeltuin. Je zei van, kijk, bij een speeltuin zijn er hekken om kinderen te beschermen. Dat ze niet de weg oprennen. Dus dat ze veilig zijn. En binnen die speeltuin zijn er ontzettend veel mogelijkheden. En geniet de vader ook gewoon van als jij geniet en als je ontdekt. En ik vind dat als moeder heb ik daar nu zo'n, ik heb er zo'n plezier mee om te zien hoe mijn kinderen leren en ontdekken en groeien. En ik denk dat er wel een moment kan zijn als je samen met God wandelt, dat God je heel duidelijk richting geeft van, hey, ik denk in dit seizoen wil ik je uitnodigen om dit of dat te doen. Maar ik denk ook dat het een heel belangrijk seizoen is waarin je gaat spelen en gaat leren en groeien. En dat het helemaal niet in kannen en kruiken zit. Overigens denk ik over dat heel het leven juist met God in een avontuur is. Dus, en avonturen zitten nooit in kannen en kruiken. Avonturen kunnen alle kanten op vliegen. Dus is het een vastgelijnd plan? Nee, je hebt keuzevrijheid. Dat is überhaupt, God heeft ons gemaakt met keuzevrijheid. Anders is het geen ultieme liefde. Wij mogen kiezen om het samen met hem te doen. Maar ik denk dat als je het samen met hem doet, dat hij je op een fantastisch avontuur leidt. Waarbij je echt verbaasd gaat zijn over waar je bent en waar je mag komen en waar je invloed kan hebben. Beantwoord dat het een beetje voor je? Ja, wat tof. Ik denk gelijk aan Joost. Joost, hoe is dat voor jou? Jij zit echt al eeuwen in de radiowereld. En dan je bent nog niet grijs, maar jij zit al 20 jaar in de radiowereld. Voelt dat echt ook als Gods plan voor jouw leven? Ja, het is denk ik precies wat Elsa beschrijft. Dus dat avontuur is. Het zit niet in kan en kruiken. En ik ben zo blij mee dat het niet in een vakje zit van je moet per se het zo belopen. Dit is, je krijgt eigenlijk, het is hetzelfde als
de brede weg en de smalle weg. Dus ze zeggen wel van ja, de brede weg kan je zeggen, dan heb je opeens alle vrijheden. Maar dan kan je ook zeggen, ja, maar dan kan je dus ook nog van links naar rechts bewegen. En de smalle weg, zoals ze dan wel zeggen, dat is natuurlijk ook wel een goede weg. Dat is een directe weg. Maar dat is wel, dat kan ook een hele steile weg zijn. Denk maar aan smalle weggetjes die vaak over hoge bergweggetjes gaan. Je weet niet wat er gebeurt om het hoekje. Dus aan de ene kant neem je soms heel erg veel zekerheid en weet je, wil je heel erg weten waar je aan toe bent. Dat heb ik zelf ook bijvoorbeeld gedaan. Door gewoon eigenlijk te denken van ja, maar weet je, ik heb een gezin te onderhouden. Ik wil graag mijn taak erin nemen als vader, als man. En gewoon ervoor zorgen. En mijn vrouw die werkt net zo hard hoor. Die heeft net zo, die draagt net zoveel mee. Samen doen we het dragen natuurlijk. Maar dat is een soort van ding dat wel cultureel is, hè, in Nederland en Europa. En misschien ook wel wat met ons met de paplepel is ingegoten. Maar radio was inderdaad is begonnen toen ik 17 was. Toen kwam het eigenlijk. En ik was al voor daarvoor al met geluid bezig, met jingletjes maken, met lekker editen, met daar creatief in zijn. Dus ik ben exact wat Marije ook zegt. Dat inspireert mij ook als het gaat over een speelgoedwinkel. En dan denk ik, ben je ook, ik vind dit leuk. Ja, en dat houdt niet in dat je het allemaal moet gaan gebruiken gelijk. Of dat je het moet gebruiken, maar wel dat het optioneel is. Waardoor je ook gewoon kan zeggen, ja, maar ik heb nu zin om lekker die puzzel te doen. Dus even echt te focussen, de rust te nemen. Of ik wil lekker die step nemen en op avontuur gaan en de snelheid maken. Nou, zo gaat dat ook voor carrière voor mij in de radio. En ja, zit ik weer na vele jaren eigenlijk ook echt weer zelf een heel programma te maken. Ik was altijd de afgelopen 10 jaar onderdeel van programma's. Of met een itempje, of met een kort interview, of met een achtergrond zaken, dingen die, waarvan ik wist. Nou, zo heb ik dat eigenlijk mogen beleven. En nou zit je hier weer samen met gave gasten, met jou elke week, hier een radioprogramma te maken. En dat vind ik echt heel bijzonder hoe God dan mij ook hier en nu gebruikt. Ja, en dat is heel gaaf om daar dit uur, maar ook het volgende uur over te spreken en door te spreken. Want dat is natuurlijk heel gaaf. En wij zijn ook echt heel benieuwd hoe jij daar als luisteraar over nadenkt en hoe jij daarover denkt. Praat met ons mee gewoon via de socials, via Thumbs Up, via de studio app. Ik zie hier een berichtje verschijnen. Wij gaan dat even bekijken, beantwoorden 06-39-39-2050. Straks na de commercials en het journaal zijn wij gewoon weer gezellig terug met ook nog een gave internationale gast. Dan ga je mij op mijn beste Engels horen. Dus dat wordt nog een hele leuke. Kijk, er wordt lekker gelachen. Nou, dan krijg ik gelijk de taaltoets hier. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dus blijf lekker luisteren. En we zijn zo meteen terug hier op Wild FM met Wild Fate. Tot zometeen. Nou, hartelijk welkom terug. Tweede uur. Live nogmaals. Dus als je een reactie wil afgeven, laat het even weten via de studio app. 06-39-39-2050. Ik kreeg alweer een reactie of we een nummertje konden draaien. Nou, dat gaat helaas niet meer lukken, want die playlist die zit altijd stampensvol altijd. Al aan het begin van de week. Dus daar moet ik de volgende keer even naar kijken. Maar in ieder geval bedankt voor je reactie. Als je nou denkt van wie zijn het? Wat doen ze nou hier precies allemaal? Kijk dan eventjes live mee via United 7 of via de socials van Wild FM. Want er wordt nu live gestreamd hier bij Wild FM door United 7. Een sponsor die ons al heel lang ondersteunt met het live weergeven op beeld. Dus daar wordt Jeroen Elvering, die dit helemaal support, helemaal natuurlijk hartelijk voor bedankt. Dat hij elke keer weer trouw hier is en de boel opbouwt. Ons ook in beeld brengt. Normaal gesproken, we zijn radiomakers. Je vroeg het al aan mij voor de reclame voor het journaal. Marije, hoe vind je dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe jaag je zo'n droom na? Nou ja, ik bedoel, dan zit je al zo lang in het vak en het is zo gaaf om elke keer weer te doen en dingen uit te beelden en hopen dat jullie ook gewoon heerlijk lekker zitten te luisteren. Waar dan ook, thuis, onderweg, in de trein. Misschien wel gewoon op de werkvloer. Ben je nog aan het werk? Luister lekker mee het komende uur. We hebben nog hele toffe gospel voor je klaarstaan. We hebben een leuk gesprek hier met, gaan we verder voeren met Elsa. Die ons inspireert als ondernemer, als influencer. Nogmaals, als je er nog niet heb getagd of heb gevolgd, ga dan eventjes naar de Insta en de Facebook. Elsa Schaddelee, zij is echt iemand die
wat ik ook al zei in mijn eerste uur in het introductie, die niet alleen je meeneemt in de schone schijn, maar die vooral ook laat zien van jongens, ik heb ook net zozeer die worstelingen. En reageer ook vooral een beetje mee. Want dat vond ik heel erg leuk. Als ik jou volg, dan zie ik jou van, laat eens even weten. Hoe vind je dit? Waar denk je aan? Laat het me weten. En dat is eigenlijk ook omdat we de socials, we zien altijd maar één kant van dat plaatje. En dat vind ik echt heel gaaf van je, dat je zegt van, er is ook interactie mogelijk. Is dat vanuit jezelf gekomen? Of heb je de gedachte van, het is maar eenzijdig een soort van monoloog. Ik wil eigenlijk een dialoog aangaan met mijn volgers. Nou ja, ik heb soms een beetje haatliefde met social media. Want het is inderdaad, je zendt en je creëert. En ik hou er echt van om toffe dingen te maken voor een ander. Om anderen daarmee te helpen. Maar het kan soms zo'n, inderdaad, het eenrichtingsverkeer. Weet je wel, dat sowieso in deze tijd. Ik denk, door corona is het echt nog wel meer geworden. Je bent aan het scrollen en je neemt het wel tot je. Maar eigenlijk reageren we niet echt meer. En ik krijg echt wel regelmatig berichtjes. Maar dan alsnog denk ik, er zijn nog, van de berichtjes die ik krijg, zijn er nog steeds 3000 mensen die bijvoorbeeld niet reageren. Wat denken jullie? Wat voelen jullie? Want ik wil graag content maken die jou helpt. Weet je, die jou verder brengt. In die zin doe ik het juist. Daar word ik blij van. Weet je, als ik iets kan maken waarvan ik echt weet van, hey, daar zoekt iemand naar. Of daar heeft iemand echt wat aan als we daarover praten. Dat is zoveel, vind ik zoveel fijner als dat ik gewoon maar zend. Omdat ik zend, zeg maar. Dus met een boek natuurlijk nog spannender. Want het boek weet je niet wie dat koopt. Nee. Behalve de mensen die bij jou een bestelling doen. Ja. Waar je dan liefst nog een persoonlijk berichtje in schrijft. Maar daarnaast is het ook echt zo van, wat beweegt het bij hun? Of sluit het aan bij hun vraagstukken? En je zegt ook, met het schrijven van het boek ben ik eigenlijk eerst nog dieper erin gedoken. En kwamen er eigenlijk nog meer vragen omhoog rondom het thema. En ik was een beetje aan het, toen ik al aan het voorbereiden was en erover nadenken van, Gods plan met je leven. Toen dacht ik echt, onze cultuurgeest is een beetje, het is belangrijk om succesvol te zijn. Om veel volgers te hebben, om ervoor te zorgen dat mensen weten wie je bent. Hmm. Dus we hebben een poll uitgezet. En de jingle is nog steeds in de maak. Dus kom met je mening. Hoppa. Daar is die al twee stemmen geworden. Dus volgende keer moet die wel af zijn. Doen we en de jingle en dan met z'n drieën. Kom met je mening. Gerard Troost heeft natuurlijk een supermooie stem. Ja, dat klopt helemaal. Dat moet wel goed komen. Maar de poll voor vandaag was, je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. Die hebben we uitgezet. En iedereen die reageerde zei, ja. Ervaar je dat zelf ook? Je bent zelf verantwoordelijk voor je succes? Ik vind het een leuke. En ik voel er twee dingen bij. Ik herken de ja. Want ik denk dat je zelf absoluut verantwoordelijkheden hebt. Dus op het moment dat er een deur open gaat, maar jij blijft lekker op je lui gat zitten en je doet niks met de kans die voor je ligt, dan ben je absoluut zelf verantwoordelijk voor het niet aannemen van die kans en niet uitstappen. Tegelijkertijd geloof ik ook dat je kan niet, zeg maar, het leven is niet maakbaar. Je kan niet alles voorzien. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn onderneming. Ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een lancering. Ik heb een online groepsprogramma voor ondernemers met lijfdagen erbij. Wat mijn verantwoordelijkheid is om te zorgen dat de mensen die daarin overwegen mee te gaan doen, dat zij de content hebben om een bewuste keuze te maken. Dus ik creëer content door middel van een nieuwsbrief, door middel van een podcast. De zakelijke podcast, als je op Els Schat Lees zoekt, dan vind je die ook. Ik creëer content op social media. Dat is mijn verantwoordelijkheid om in die zin dat succes te creëren. Tegelijkertijd kan ik niet, ik heb geen invloed op wat er met de ander gebeurt. Dus ik kan de ander helpen in het proces. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar het is tegelijkertijd, leg ik het ook bij God neer. Dat ik zeg, oké, u weet wie het op dit moment nodig heeft. En ik vind dat relevanter, dat mensen ook daadwerkelijk instappen waarvan ik weet dat ze er echt wat aan hebben. Vind ik relevanter dan of of anderen denken dat ik succesvol ben. Ik denk dat succes in die zin, dus, hoe zeg ik dat? Ik denk dat we heel vaak van succes een bepaald plaatje hebben, waarvan ik me afvraag of dat plaatje wel klopt. Dus als wij vaak aan succes drinken, en dat is natuurlijk voor iedereen wel iets anders, maar zit het vaak in bepaalde, voor ondernemers in bepaalde omzetdoelen. Of in een bepaald salaris. Of je carrière ladder beklimmen. Of
Huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje. Fases in je leven of strepen. Ja. Aantal volgers hebben of gewoon mensen cijfers, die je tof vinden. Ja. Dat het soort van meetbaar is. Ja, maar want kijk, want bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt naar een huisje, boompje, beestje, vind ik eigenlijk wel dat is dat kan ook met een hondje zijn en gewoon lekker een warm thuis, zeg maar. Maar stel dat je bijvoorbeeld zegt van ik wil heel graag die carrière ladder beklimmen. Vanuit welk gevoel is dat gedreven? Want soms zijn er mensen die helemaal niet gebaat zijn bij die carrière ladder. Die vet bijvoorbeeld een van de klanten die ik coach, die is super slim. Heeft een opleiding gedaan, zat in haar werk, maar was totaal niet gelukkig. Want zij moest met haar handen werken en zij is super creatief. Maar ze gaf dat niet de ruimte omdat ze die carrière ladder wilde beklimmen. Totdat ze erachter kwam dat dat helemaal niet de plek was waar ze is. Ik vind haar nu mega succesvol, omdat ze is gaan doen wat echt bij haar past. Maar voor haar gevoel was er een soort conflict op een gegeven moment. Van hé, ik moet hier stoppen. En ik ga dus mijn carrière, waar ik eigenlijk zeg maar heel vooruitstrevend was, ga ik afbreken. Omdat ik iets anders ga doen waarvan ik nog niet weet wat voor succes het heeft. Maar super dapper, want daardoor doet ze nu waar ze gigantisch blij van wordt. En staat ze elke dag op met een glimlach. En krijg ik berichtjes van haar hoe blij ze is. En hoe erg ze geniet van waar ze nu zit. Ja, fantastisch. Ja, en dat is succes voor mij. Ja, maar dat vind ik een hele mooie bevestiging. Want ik ken eigenlijk iemand in mijn persoonlijk leven die is net zo eigenlijk die keuze gemaakt heeft. Dat is mijn schoonvader, die die heeft elektrotechniek gedaan. Nou, ja, nu denk je, we missen de mensen met de handjes, maar ook met de brains voor dat. En hij was net als Rijer zo gepassioneerd voor muziek, voor spelen. Echt gewoon, daar gaf hij al zijn tijd aan. Dus hij zegt, er is me altijd heel veel carrière aangeboden. En 99% van mijn mede-collega's is hogerop gegaan. Maar hogerop geeft ook soms meer druk, geeft meer verantwoordelijkheid, geeft meer cijfertjes zorgen. Dus dan ben je ook minder met de praktijk bezig. Hij zei, ik heb me altijd gezegd, ik wil het niet, want ik ga voor die muziek. Ja, en nu is hij weliswaar met pensioen, maar heeft het echt tot zijn laatste dag volgehouden. Want daardoor kon hij altijd zeggen, ik hoefde nooit over te werken. Ik zat niet meer in de weekenddiensten als leidinggevende of wie dan ook. Dus daardoor kon ik altijd mijn passie volgen. En dat is muziek maken. Daar kan je me wakker voor maken. En die man die is 73 en die zit echt serieus elke dag het liefst nog heerlijk muziek te spelen op zijn gitaar of op zijn basgitaar. Urenlang. En voor te bereiden voor in bandjes. Hij zit nog in verschillende bandjes. Waarin hij gewoon nog verschillende weekenden in de maand. Los van COVID helaas. Maar daarvoor was hij gewoon om het weekend of elk weekend gewoon weg. Omdat hij zijn passie volgt. Omdat hij dus niet succes. Dat was voor hem het succes. En ik zie hem erin stralen. Mm. Als je het hebt over zijn werk. Ja, hij zegt natuurlijk, het was leuk. Het is mooi. Het is goed. Auto. Salaris. Maar uiteindelijk is dat niet helemaal waar ik nou echt helemaal vol van was. Nee. Maar dat is natuurlijk een beetje moeilijk, hè? Want als ik daar een beetje naar kijk. Ja, ik heb natuurlijk ook een coachpraktijk, maar ik ben meer gespecialiseerd op vrouwen. En wij hebben dus ook een traject wat gaat over sta je volle potentie. En dan gaat het dus ook over talenten, over je passie en dat soort thema's. En wat ik heel erg merk is dat thema als succesvol zijn heel erg aanhaakt op wie ben je, wat ben je waard. Mm. Dus dat het gaat op identiteitsniveau. Nu sprak ik vorige week iemand en die zei, ja, maar hoe is het dan voor mensen met lichtverstandelijke beperkingen? Of mensen die dus lichamelijk beperkt zijn, of die, weet ik veel, geen opleidingsmogelijkheden hadden, of die op wat voor manier dan ook te maken hebben met een vorm van discriminatie of zo. He, verzin maar iets. Als het dan niet lukt, dan ben je dus onsuccesvol. En dus ook minder waard. Volgens wie? Nou, dat is wel wat ze ervaren vanuit de maatschappij. Hm. Zij was die persoon zelf? Of had ze nee, een zij ander? Had het zeg maar over jongeren die ze coachten. Oké. Okay. Die dus daarmee te maken hadden en die daar echt wel mee worstelden. Ja. Wat vind je daarvan? Want door wie, zeg maar, je reageerde echt gewoon lekker vol erin. Zeg maar, wat raakt het jou dan? Nou, ik denk dat we te vaak succes laten bepalen of onszelf, onze eigen waarde laten bepalen door wat een ander van ons vindt. Terwijl, wat kan een ander zeggen over jouw reis? Ik denk dat je zo moeilijk in kan kijken. Niemand kan jou zo goed begrijpen als jijzelf. En als ik naar mezelf kijk, snap ik mezelf zelfs nog ineens soms. Ik denk dat alleen God mij echt doorgrondt, zoals je ook zegt in de Bijbel. Dat hij echt mij ten volle kent. En hij in die zin
mij ook helpt in het succes, wat dat dan ook is. En ik denk voor zo iemand, weet je, misschien heeft die persoon, heeft die hier totaal geen last van, of zou ze er geen last van hebben als ze andere meningen niet laat meetellen, maar gewoon puur kijkt naar, hé, maar wat kan ik wel en wat zit er in mij? Misschien wordt die persoon er heel blij van om kaartjes te schrijven en dat door te sturen en maakt ze daar mensen blij mee die daardoor niet meer zo eenzaam zijn, gewoon door te doen waar haar hart van aangaat. Wie bepaalt dan dat dat geen succes is? Dus eigenlijk wil je de luisteraar ook meegeven, als je dus erin herkent dat je niet succesvol zou zijn en dat dat wat met je doet, dan nodig je ze eigenlijk uit om te ontdekken, wat heb je dan wel in huis? Ja, ik denk dat iedereen succesvol is als we zeg maar maatstaven van de wereld los gaan laten. En als we gewoon echt gaan kijken, maar hoe ben ik gemaakt en waar gaat mijn hart van aan? Wat kan ik wel doen? Waar word ik blij van? Waar kan ik een ander blij mee maken? Want ik denk dat er ook, ik denk dat we soms ook heel erg zoeken naar, waar kan ik floreren? Weet je wel, waar ben ik een succes in ogen van anderen? Maar wat als we gaan kijken, hey, waar kan ik een ander blij mee maken? Wat heb ik gekregen om een ander mee te dienen? Als je dat gaat doen, dan word je uiteindelijk, krijg je voldoening. Want er is niks zo voldoenend, ik weet niet hoe je dat zegt. Er is niks zo vervullend, zeg maar, als een ander blij maken. Op het moment dat ik vanuit mijn boek een reactie krijg van iemand die er echt mee geholpen is, dat is uiteindelijk waarvoor je het schrijft. Heel dat proces is het waard als je merkt, hey, ik heb er iemand echt mee kunnen helpen. Ik heb iemand echt iets mee kunnen geven. Al is het maar dit. En dat is zoveel meer waard dan dat ik bijvoorbeeld had gezegd van, hey, ik ga, weet ik veel, wel binnen een team een carrière beklimmen. Want dat zou het succes zijn. Ik denk dat ik voor mensen ben ik nu ook succesvol. Maar dat komt wel door keuzes die ik heb gemaakt om mijn hart te gaan volgen. En om echt dicht te blijven bij, hey, maar wie ben ik dan? En wat kan ik dan doen? En daar gaat een reis aan vooraf. En dat is niet altijd het roze geuren maneschijn. Ik denk dat de meeste mensen die je als succesvol bestemt, dat die een gigant, als die een eerlijk verhaal met je gaan delen, dat je eigenlijk merkt dat het vaak helemaal niet het is niet dit. Dus het is zo. Het gaat je kan weer. Het niet zien, het is natuurlijk radio. Maar je gaat heen en weer. Ja, het is niet zeg maar een exponentiële lijn omhoog van woehoe, daar ga je. Maar het is echt gewoon die golfbeweging van ook hoe dat je voelt, zeg maar, gewoon gedurende een maand. Dat wisselt dat wel eens. Ja. Soms heb je topdagen. Weet je, heel eerlijk gezegd, begint alles. Alles begint in het wandelen of in het uitstappen, begint met vallen, weet je dat? Want eigenlijk is lopen niets anders dan dat ons brein weet dat we de volgende voet moeten neerzetten waar die moet neer worden gezet. Maar eigenlijk laat je jezelf vallen. Want kijk maar eens naar een klein kind. Nou, je hebt het over je zoontjes. Nou, als die beginnen te lopen, Het eerste wat het is, ze vallen, ze gaan staan en daarna gaan ze proberen te lopen. Maar ze vallen eigenlijk gelijk omdat ze nog niet goed in hun hoofd weten dat automatisch jij je voet naar voren moet zetten om te zorgen dat je niet valt. Dus iedereen begint eigenlijk met vallen. En dat is natuurlijk gek, want dat houdt in dat je ook moet gaan opstaan. En de wilskracht is er om op te staan. En mij triggert heel erg eigenlijk om in de vraag te stellen aan jou, Elsa, voor de luisteraar eigenlijk. Ja, maar hoe dan? Kijk, want mensen zien jou nu hier in een bepaald moment pieken. Maar uiteindelijk heb je een muizenstapje moeten nemen. Een shuffeltje. Een klein stapje om te zeggen, oké, en dit ga ik nu veranderen. Of dit, daar ga ik in uitstappen. Dat kan heel klein. Dat moet klein geweest zijn. Want anders was je nu niet beland waar je bent. Kun jij nog terughalen voor jezelf? Misschien niet. Dat hoeft niet die allereerste te zijn, maar waarvan je dan denkt van, ik weet nog echt heel goed dat ik, toen ik hier stond op dat punt, dat ik daarmee ben begonnen. Met dat stapje. Ja, ik heb hiervoor een bedrijf gehad. De Confetti Collective heette dat, samen met een andere partner. Was een bedrijf waar ik niet per se mijn christelijke identiteit heel erg uitleefde, zeg maar. Dus gewoon mijn persoonlijk leven, maar niet per se werkmatig. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik tegen haar zei, mijn businesspartner was ook niet christelijk, dat ik tegen haar zei, ik heb ergens het gevoel dat ik iets moet met mijn christelijk zijn en dat ik daar iets mee wil delen, maar hoe dan? En ik vond het zo eng om alleen al een bijbeltekst bijvoorbeeld te delen online. Vond ik gewoon heel, dat gebeurde niet veel. Dus ja, wie ben ik dan om dan zo, weet je, is dat niet veel te christelijk? Hoe zat dat? Dus
En toen zei zij, nou Els, ik denk dat je dat echt moet doen. Dus ga maar proberen. Maar dat heeft echt, ik denk dat het wel een jaar kostte voordat ik daar echt een beetje thuis in was. Om gewoon mezelf daarin te durven zijn. En gewoon te zeggen wat ik denk en wat ik vind en wat ik voel daarin, zeg maar. En hoe ik het leven zie. Ik denk dat 3 jaar geleden is zo'n beetje. Dus het is eigenlijk een stap van een jaar geweest. Ja. Eigenlijk. Het klinkt gek, hè? Maar dat is dus een stapje. Ja. Dat is ook vooral voor de luisteraar te denken. Hè? Dat is vooral wat ik wil inbeelden. Dat mensen denken, oh, maar het is dus niet, ik hoef eventjes een of andere show te winnen en dan ben ik gelijk miljonair. Of dan ben ik gelijk grote ster op Instagram. Want dan heb ik 1000 volgers. Je hoort wat Elsa zegt. Want eigenlijk gaat het over een jaar. Bijna een jaar dat je eigenlijk een stap zet. Dat je er los van bent gekomen. En dat je eigenlijk dan de volgende stap kan zetten. Ja, ik denk ook. Zonder te vallen. Want uiteindelijk ging het, mijn verhaal was natuurlijk. Zonder te vallen. Nee, maar dan bedoel ik de volgende stap, hè? Ik bedoel eigenlijk de volgende stap. Ja. Want dan wilde ik eigenlijk nu vragen. Hoe vaak ben je gestruikeld of op je snuffert gegaan? Dat je denkt, oh, deze tekst had ik beter niet kunnen delen. Want voor de luisteraar die denkt misschien, ja, Bijbel is allemaal alleen maar hogere wiskunde. Nou, in de Bijbel staan gewoon echt hedendaagse, leuke, mooie, goede bemoedigingen. Dus dat is misschien ook wel een aanmoediging om eens een keer gewoon die Bijbel te lezen online. Want via YouVersion kan je echt heel simpel een Bijbel-app downloaden. Ja, en gewoon alleen al kan je daar al bovenin in de zoektermen zeggen bemoediging, liefde, geloof, hoop, vrede. Nou, dan krijg je allemaal Bijbelteksten. Maar terug naar jou, Elsa. Ja. Vertel. Ja, ik ben even. Dus wanneer ben ik gevallen? Dat was de vraag. Ja, toch? Want we zijn eigenlijk die stap dat je loskwam van die zaken. Eigenlijk dat je bent gaan delen wat je wilde. Ja. Wanneer ben ik gevallen? Nou, niet wanneer ben je gevallen, maar kan je misschien nog ook voor de luisteraar misschien een voorbeeld geven? Ja. Ah, ik weet nog goed dat ik dat toen dacht. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ja. Nou, kijk, het is sowieso op het moment dat je echt gaat delen dingen die je hart hebben, dat is rete spannend gewoon. Want je stapt uit en je bent kwetsbaar. Je stelt jezelf open. Ik heb bijvoorbeeld nog tot nu toe nog niet echt, op een enkel moment na, heb ik niet echt reacties gekregen bijvoorbeeld van mensen die echt zeiden van, nou, wat je nu zegt, daar kan ik echt helemaal niks mee. Maar het is vooral het innerlijke proces, soort van. Dat je daarin, mag ik dit? Kan ik dit? Dus dat past ook weer helemaal bij mijn boek. Weet je wel? Van ja, wie ben ik nou om hier iets over te zeggen? Weet je, ik ben geen theoloog. Mag ik dan zomaar dat soort dingen zeggen? Ja, denk ik. Maar dat is weer een ander verhaal. Het is echt dat proces van jezelf toestemming geven en gewoon proberen. Ik denk dat ik ook gewoon zo vaak maar dingen probeer. Soms slaagt het en soms niet. En soms. Ik heb verschillende podcastopnames. En sommige worden heel goed beluisterd, sommige totaal niet. Ja, dat hoort er ook gewoon bij en daar leer je van. En dan ga je weer door. Ik denk dat het ook gewoon, we mogen wat meer spelen. En ik dacht net nog van misschien is het ook wel mooi. Succes is ook denk ik niet dat einddoel. Succes is juist dat proces. Gewoon elke dag stapjes zetten van hey, als ik daar ooit naartoe zou willen, wat kan ik dan vandaag doen? Eén klein mini stapje zetten. Kan ik een connectie leggen? Kan ik een mailtje sturen? Kan ik mezelf ergens in ontwikkelen om dat te leren? Ik bedoel, toen jij begon met radio maken, je was ook bezig met geluid en je wilde muziek. En weet je, je wil creëren, je wil oefenen. Je komt er niet als je niet daar die eerste stapjes in had gezet om gewoon te spelen en gewoon maar te zien waar het je brengt. En op een gegeven moment komt daar opeens zo'n vraag van hey, Joost, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar ongeveer. Hey Joost, wil je dit? Zou je ons hierbij willen ondersteunen? Ja, ik vind het heerlijk, heerlijk praktisch, hè? Zo Elsa dat heb je zelf waarschijnlijk niet eens door. Dat je eigenlijk het zelf het mooi benoemt en mooi ook. Reproduceren kan ik niet zomaar. Dus ik zeg morgen even die podcast downloaden. Dan kan je hem nog een keer naluisteren. Maar je legt het echt fantastisch goed uit. Maar ik hoor je ook precies zeggen, wat ik ook al zei, dat zijn die stapjes. Hè? En dat is de eerste stap. Je valt altijd iedereen. En zelfs een meest ervaren loper, ze heeft een meest ervaren hiker. Iedereen valt. En dan zeg je, ja, maar ik had dat niet gezien. Of dit niet ingeschat. En dan ben je heel erg stevig. En dan ben je heel goed op weg. Dan heb je succes na succes ervaring, denk ik. Totdat je die steen niet ziet en daarop uitglijdt. Dat je denkt, ah, jammer. Maar wat doet iemand? Je gaat niet blijven liggen. Heel eerlijk gezegd, luisteraar, blijf niet liggen als je het gevoel hebt dat je nu blijft liggen. Maar ga opstaan. Want dat geeft je weer een nieuwe kans
om succesvol te worden, om die nieuwe stap te zetten en te stappen in waar je graag naartoe wil. Ja, nou, het is ook wel interessant, hè, van waarom streven we naar succes? Hmm. Waarom? Je begon in het begin van de uitzending al een beetje van geniet in het hier en nu. En soms leven we zo erg in de toekomst dat we ooit succes zullen bereiken, wat het dan ook is, want het is niet te definiëren, het is eigenlijk ongrijpbaar. Ik had vandaag nog een blog gepost over succes, want ik vond het wel inspirerend. Wat ik geleerd heb in mijn onsuccesvolle tijd van 3 jaar ziek zijn. Hmm. En daar zaten 3 lessen in. Omdat we allemaal denk ik wel een seizoen in ons leven maken waar het dus niet zo vloot, niet zo makkelijk gaat in ons leven. En dat je denkt, technisch gezien of maatschappelijk gezien ben je eigenlijk een loser. Of voldoe je niet of ben je niet succesvol, hoe je dat dan ook noemt. Maar daarin dus ook gewoon te kunnen zijn in het moment. Ja. Nou, daar gaan we het straks gewoon lekker verder over hebben. Hoe dat voor jou werkt. En ook, je hebt een aantal keer genoemd dat je dan met dingen met God afstemt. En dat God daarin belangrijk voor je is. En Gods plan met je leven. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd naar, hoe is dat dan, zeg maar? Wie is God dan voor jou? En dat is natuurlijk niet zo te grijpen. Hij zit niet naast je op de bank. Dus hoe betrek je hem dan in je leven? Ja, ik moet eerlijk zeggen, we gaan nog eventjes, voordat we naar die slotfase gaan, gaan we nog even bellen zo meteen na de muziek met Andrew Funny uit Ireland. Als ik hem te pakken krijg, nu wel. Want hij reageert wel op mijn WhatsApp, zie ik net. Om eventjes met hem te praten over wat hij doet, precies. Maar dan gaan we zo meteen even na Great I Am van Reijer nog een keer. Vandaag hebben we hem 2 keer in de uitzending. Daar ben ik niet altijd van, maar de heerlijke muziek om naar te luisteren. We zijn straks bij je terug. Tot zo. Hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl. I wanna be close, close to your side. So heaven is real and death is a lie. I wanna hear voices of angels above singing as one. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am, the great I am.
is dat toch een heerlijke muziek van Reijer, The Great I Am. Mocht je meer van zijn muziek willen luisteren, dan kan je dat volgen uiteraard via Spotify, via iTunes, via zijn YouTube-account Reijer Music. Dan kan je al dit soort heerlijke muziek nog een keer lekker terugluisteren en zoveel luisteren als je wilt. Nou, wij hebben een mooie intermezzo tussen het waanzinnig gave gesprek wat we hier hebben met Elsa hier in de studio. Ik heb een live artiest hier in mijn station. En niet zomaar uit Nederland. Ik heb hier namelijk Andrew Funny. En hij, dat is nieuws van onze vrienden. Vorige week was hij in Nederland om een radiotour te hebben. En bijna elk radiostation wat ruimte had, daar heeft hij wat kunnen doen. Onder andere bij Radio 4 en Radio 5. En helaas kon het niet bij Wild Fate hier live. Of in ieder geval niet in onze uitzending. Dat ging helaas niet. Dus nu heb ik hem live vanuit vanuit Ierland aan de telefoon. En ik zal hem ook eventjes introduceren in ons station uiteraard. Ik heb hier Andrew. En hij is one of the members of the Bonfire Music, who describes themselves as a home for worship leaders and sing and songwriters living in Europe. Dus we zijn een waanzinnig mooie Europees moment aan het creëren. And they are processing and releasing songs from the 5 different sing and songwriters. And one of those sing and songwriters is Andrew. And welcome, Andrew, here in our radio station Wild FM on our program Wildlife. Welcome, live from Ireland. Hey, thank you. Thank you for having me. Yeah, well, it's an honor to have you in our midst here, live at our radio station here in the Netherlands. I know that you have visited the Netherlands last week for 5 days, maybe 7 days. How was your visit, and what do you think about the Dutchies, the Netherlands? Maybe have you visited some of the cities here in the Netherlands? Could you bring us some memories back from your last week? Yeah. Yeah, for sure. Yeah. I've been to the Netherlands quite a few times over the years, and I really enjoy the Netherlands. In fact, most people that I speak to in Ireland speak very well of the Netherlands. People here really enjoy going there. But I had a great time. I was doing a radio tour promoting the album that I'm just finishing, and the album will be released and finished completely in April. So I was just doing the radio tour, singing the different radio stations and just talking about my experience as a songwriter and talking about the music and promoting the album. Mm-hmm. I had the pleasure of visiting Amsterdam, actually for the first time. I had passed Amsterdam, but I never had the chance to spend a little time there. And it's a beautiful city. I was amazed by how beautiful the buildings were, and I hope that next time I'm back there, I get to spend a little bit more time there. Okay. But other than that, it was just visiting small towns, visiting radio stations. Yeah, and what you really were here for promoting new songs of your album, and what is the main song of the album? I heard it was called Father, and you also released it with 2 Dutch artists, Renig and Elisa Krijgsman. Is that right? Yeah. So the album will be finalized in April, but I have already released 3 songs already. The first song I released was a song called Father, featuring Elisa and Rainy Kreinsman, and they sing it partially in Dutch. So it's a mix of English and Dutch. And I've also released a song called I Will Not Let Go, and the song called Woe Life. So those 3 songs are the first 3 songs that have been released on the album. They're on Spotify, and they're a mix of Father is sort of a prayer, sort of a worship song, and Woe Life and I Will Not Let Go, those are kind of folky type of singer-songwriter music. Right, and you are doing this, is it a solo album or is it with a collective of Bonfire musicians? It's a solo album. So about 2 years ago,
Bonfire, the management of Bonfire, approached me and asked me would I be interested in recording a solo album. And of course, I recorded my debut album in 2010, 2011, and I was excited about the idea of recording another solo album. So, yeah, it's a solo album, but I'll continue to do what I do at Bonfire, but this is a solo album. Right. I have one last question because we have some small things here to discuss here in our show. But we have it. The main theme of the evening is being successful. Could you tell me when you think that your song will be successful and why it could be successful at that way? Before we are closing our interview. Well, I suppose music is very subjective to what people like or enjoy or what people connect with. So to be able to decide whether I think it'll be successful or not is I suppose in some ways is a matter of opinion. But I think I think the music that I've written will definitely appeal to a lot of people and my hope is that my music will touch people's lives, touch people's hearts. And I suppose if I manage to do that, then for me that's successful. And if I manage to share that music with as much people as I possibly can, I think I could mark that as being successful. Well, thanks again for this very nice answer. I know you're maybe not understanding Dutch, but it's really a great wrap up where we're talking about here. I don't have your song yet here in the studio to broadcast here now at this moment, but I hope to get it fast from your ear, one of our friends of the show of Wild Fate. Yeah. So we can broadcast it here live in a short time here in the Netherlands again on the radio station. I want to thank you very much for your time and your answers here in our show of Wild Fate, and God bless you. Thank you. Okay. Thanks a million. Thanks for having me. Yes. Thanks again. Bye bye. Bye-bye. Stepping into the sunlight, say hello to my new life. All my burdens are gone now that I'm with you. You put me here on the front lines, and they're coming to me from all sides. But the Lord is my light, so home shall I fear. So I'm walking in my faith.
Dit was Fight My Fight For Me van Citizens Way. Nou, een heerlijk nummer. Voordat we verder gaan met het gesprek hier met Elsa en live in de studio. Jullie hoorden natuurlijk net dat ik Andrew live vanuit Ierland aan de lijn had. Hij is een singer-songwriter en onderdeel van een muziekschrijverscollectief. En hij zei uiteindelijk in zijn laatste vraag toen ik aan hem vroeg van... wat vind je belangrijk om succesvol te zijn of iets succesvols te maken? En toen zei hij uiteindelijk heel simpel gezegd, hij zegt ik wil zorgen dat andere mensen ervan genieten en dat ik de andere mensen blij van meemaak. Want dan word ik er ook blij mee. Dan word ik er ook blij van. Dan word ik er ook blij mee. Dan ben ik er blij mee. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, daar zitten we heel de avond al over te praten hier met Elsa. Over waarom ben je een boek gaan schrijven? Waarom doe je wat je doet? Wat is nou succesvol zijn? En ik denk wel bij mezelf van, dit is wel een heel mooi moment weer om in te haken in het laatste stuk van onze uitzending, Elsa. Over dat succesvol zijn. We hadden het net al over die stappen nemen. Maar jij had het ook wel eerder deze avond al over van, dat boek heb ik geschreven, dat is er niet zomaar gekomen. Ik heb stappen moeten nemen, die eerste stap. Zelfs toen ik eigenlijk me los ging koppelen van mijn zakelijke onderneming die ik eerst had, om echt te volgen, mijn hart te volgen wat ik wilde gaan doen. En uiteindelijk is er een boek gekomen wat, je zei, niet alleen verdieping geeft, maar ook heel praktisch is. Mm. Toch? Zeker. Ja, ik hou van praktisch. Ja, houdt van praktisch. Nou, dan zeggen wij altijd wel van, dan kan je me dan laten weten hoe ik praktisch succesvol kan worden. Ja, precies. Ja, dat ligt eraan wat je wil gaan doen. We kunnen even kijken. Waar wil je praktisch succesvol in worden? Of misschien heeft een van de luisteraars een leuk voorbeeld. Nou, dat is zeker. Laat het even weten. 0639392050 als je zeker gelijk antwoord wil hebben. Hier live vanuit Wild FM met Wild Fate van Elsa. Ja, soms heb ik nog wel eens die stap dat ik dacht, als ik dan zit te dromen. Want jij zei ook al van vaak is het wel dromen en dan moet je wel stappen. Hmm. We hadden het net eventjes voor de uitzending, voordat we de uitzending in gingen, over Rachella States. Die heeft een ruimte en ik heb altijd een beetje een droom van, ik vind het heel leuk om dingen mensen uit te leggen. Ik hou van fotograferen. Ik woon in de oudste stad, zeggen ze, van Nederland. Of van Holland. Ja. Dordrecht. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, het is zo'n waanzinnig mooie stad. Zeker als je er nooit geweest bent. Je hebt geen flauw idee wat elke stad wordt trouwens. Gouda is ook heel mooi. En Den Haag en Leiden. Maar even los daarvan, denk ik, ja, dan zou ik heel graag denken, zou ik nou mijn vrije middag, mijn vrije dag, want ik ben één dag in de week vrijdag vrij. Mijn kinderen zijn al lang en breed, kunnen helemaal alles zelf doen. Dan denk ik, zou ik nou een soort van workshop gaan doen? En op vrijdag mensen uitnodigen om met hun camera mooie plekjes van door te laten zien en mooi te fotograferen. Okay. Maar dat is een beetje een droom. En dat is eigenlijk, en ik vind het zo gaaf wat Andrew ook zei, omdat ik die mensen gewoon graag dat ze kunnen zeggen, wauw, deze foto heb ik gemaakt. Ik heb alleen maar de tips gegeven, maar je hebt het zelf gedaan. Hmm. En wat houd je tegen? Ja, dat is dus echt een goede vraag. Dat ik steeds denk bij mezelf van, ja, wat houdt me eigenlijk tegen om het te doen? Ik weet een beetje angst dat ik denk, krijg ik wel genoeg mensen? Zouden mensen daar ben wel ik wel succesvol aan? Ja, waar haal ik dat uit? Nou, dat is misschien ook wel dat ik gelijk denk, maar ik moet gelijk 15, 20 mensen hebben, want anders is het niet succesvol. Ja. En eigenlijk leert mij ook wel een beetje van, ook al heb je er één, ga daar gewoon mee aan de slag. Want als je het niet doet, kijk, dan kan je zeggen, ik kan mooi bijvoorbeeld bij Rachella haar center. Dat is echt mooi in het centrum. Kan je beginnen met een kopje koffie. Dat wil ze ook graag, want ze zoekt naar dat centrum om dat multifunctioneel te maken. En zo kan je elkaar ook ondersteunen, want dat vind ik ook leuk. Netwerken, daar zijn Marije en ik voor allebei mensen, van. Voor de mensen die niet weten wie Rachella is, zij was al eerder in de uitzending. Dus via Spotify kun je onze uitzending terugvinden. Ja. En zij heeft de Supernatural Center. Hey Joost, en weet je wat het voordeel is? Als je met een klein groepje begint of met één iemand begint, dan val je niet zo hard. Ja, dus dan kan je veel beter leren. Ja, want dan kun je zeg maar gewoon zeggen, hey, ik ben lerende. Wil je aanhaken? Want dan kan ik jou dingen leren. En dan leer ik weer van de dingen die ik jou leer. En hoe ik dat dan leer, hoe ik dat dan kan leren. Nou, ik word hier mooi gecoacht. Gratis coaching. En onderschat ook echt niet de kracht van een kleine groep. Ik denk dat we heel vaak willen we graag succes in grote getalen. Leuk voorbeeld, ik had onlangs was ik gevraagd om bij Boekhandel Riemers in Amersfoort om een boekpresentatie te doen. Er konden 20 mensen bij zijn. Ik ben nog zelf nog nooit naar zo'n ding geweest. Ik dacht, nou, ik zie het wel. Ik weet niet of mijn doelgroep dat leuk vindt. Ik had uiteindelijk 7 mensen. Dus dan kan je denken, je bent niet succesvol, want het zit niet vol.
Maar we hadden zo'n vette avond. En we hadden zulke mooie open gesprekken die we niet hadden kunnen hebben als we met 20 vrouwen daar hadden gezeten. Dus je kan ook omdenken. En wat is de kracht van een kleine groep? En ik denk dat als je een kleine groep kan leiden, dan kan je ook een grote groep leiden. Maar een kleine groep leren leiden is zoveel moeilijker dan een grote groep. Want als jij één zagrijn ertussen hebt zitten, dan bepaalt het gelijk de sfeer van de hele groep. Maar met 100 man zie je dat niet. Dan heb je die persoon niet zoveel door. Maar als je het bij één, als je het met een paar mensen, met een kleine groep, als je het dan al kan doen en dan al een succes neer kan zetten. Dus dat de mensen een toffe ervaring hebben, dat ze blij naar huis gaan, dat ze trots zijn op wat ze hebben gemaakt. Dan is dat het al zo waard. En als je dan op een gegeven moment grotere getallen krijgt, dan weet je ook dat je die groep ook mee kan nemen. Want je hebt het ook met een kleine groep kunnen doen. Nou, ja, dus ik vind het echt in de notendop ben ik gecoacht en getraind door fantastische. Maar ga je het nou ook doen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, want omdat het al zo lang in mijn hoofd zit, maar dan denk ik bij mezelf van ik had toch al eigenlijk een soort van reden om een soort van nieuw itempje voor de show hier te maken. Om een keer daar langs te gaan. En dan heb ik ook gelijk een reden om even naar binnen te stappen. Ga je even snap je? Tikva en doen en dan ja, ik ga je zou tegen Rachelle bij deze als je luistert. Ja, je hebt een nieuwe klant bij. En dan kan ik ook zeggen van joh, kan ik nog even een keer langskomen? Ik wil het bespreken, want zij is er ook. Van nieuwe dingen, nieuwe stappen, succesvol maken. Ik denk dat ze daar ook deel van wil zijn, onderdeel van wil zijn. En niet om zelf voor hoger te worden, succesvoller te worden. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je juist iemand daar ook samen mee die trap mee opneemt. Dus die stappen neemt. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi. Welke stappen zitten er nog tussen wat je wil gaan doen en nu? Mijn laatste hardware investering voor de laatste spulletjes. Okay, voor mijn camera's. En wanneer hoop je die te hebben gedaan? Nou, dat zal echt wel eind dit jaar, begin nieuwjaar zijn. Want daar moest ik nog even wat geld voor opzij leggen. Maar daar ben ik al vooraan het sparen. Letterlijk en figuurlijk. Dus in het eerste kwartaal van 2022 ga jij je eerste workshop geven? Hoppa. Oh. Ja, komt het hij druk. Krijgt het warm. Ik zie het. Jij wel praktisch, dus je krijgt praktisch, ja. Ja, dat is een goede uitdaging. Laat ik zeggen, stap voor stap. En ik wil dat net precies wat jij ook aangeeft. Van dan moet je dus stappen zetten. En die eerste stap was er al. Want ik heb al thuis al gezegd. Zei ik ga voor de Wild Fate een Tikva les volgen. Om dat mensen mee te nemen. Om een keer dat te laten horen. Want dat is het vooral. Gelukkig niet te laten zien. Nou ja, en dan neem ik het mee. Dus dat is serieus echt wel. En toen zeiden ze thuis. Oh, dan gaan we ook mee. Omdat ze het gewoon ook leuk vonden. Dus dat is dan eigenlijk ook wel. Dan kan ik ook zeggen. Nou, hier wilde ik eigenlijk een workshop gaan doen. Terwijl mijn vrouw die zegt, je hebt zoveel talenten, waarom doe je het dan niet? Ja. Ja, dat zit dan in je hoofd, dat je denkt, ik denk echt, dat is echt wat je zegt, dat is eerlijk benoemd. Dus ook voor de luisteraar thuis, dat je denkt, ja, maar het moet gelijk zoveel, het moet gelijk zo groot. Waarom heb ik pas zo 100 volgers op mijn Instagram? Ja, maar ja, snap je? Dat zijn van die dingen, niet dat ik per se dat wil, want er ligt een bepaalde druk aan die ik niet wil vanwege wat ik doe. Maar wel dat ik denk bij mezelf van, wauw, dat is wel heftig. Ja. Dit is toch wel boeiend, hè? Want Elsa, jij vertelde aan het begin dat je een pionier bent. En misschien heeft het ook wel alles te maken met wie je bent als persoon. Of hoe dat je dus keuzes maakt. In hoeverre dat je dus makkelijk dus die eerste stap gaat zetten. Merk je dat ook met... je bent ondernemerscoach. Merk je dat ook bij mensen, zeg maar, al merken ze van... Hey, al heb je het over Gods plan voor mijn leven. Ik weet waarin ik mag gaan bewegen. Ik weet welk avontuur dat ik mag gaan ontdekken. Maar voor de een of de ander is dat avontuur aangaan. Ik kan me voorstellen als pionier dat je denkt, avontuur, ja. Yeah. Terwijl dat voor anderen misschien echt heel eng is om uit die comfortzone te stappen. Kom je dat ook tegen bij de mensen die coach? Nou, kijk, ik coach ondernemers. Dus ondernemers hebben natuurlijk eigenlijk altijd wel een beetje een avontuurdrive. En houden van projecten en toffe dingen oppakken. Want anders dan is het wel zwaar als ondernemer. Maar ja, kijk, tuurlijk, je hebt allerlei verschillende persoonlijkheden. En jij weet er alles van. Je kan mensen er ook mee helpen om te ontdekken wie zij dan zijn. En wat in hun profiel past. Maar ja, tuurlijk, iedereen heeft eigen processen. En ik vind dat heel tof. Ik heb weer andere dingen die ik moeilijk vind. En een ander vindt dat ontzettend spannend om zo'n eerste stap te zetten. En ja, ik denk dat als je dat hebt, dat je het echt heel spannend vindt om zo'n eerste stap te hebben. Zoek dan mensen in je omgeving die ook in jou geloven. En die jou gewoon op weg helpen. Gewoon stapje voor stapje. En dat kan dus dat je wel zo'n deadline voor jezelf erop zet. Om gewoon jezelf even te pushen. Van oké, maar ik ga het wel echt voor die tijd doen.
Ofwel dat je gewoon zegt, weet je, als ik elke keer maar gewoon één klein stapje heb. En dat je mensen om je heen hebt die je helpen om daarin. Het hoeft niet gelijk daar te zijn. Weet je wel, geniet ook van het proces. En doe het op jouw tempo, wat past bij jou. Maar ga wel langzaamaan. Laat je niet door angst verlammen. Want ik denk dat dat echt een hele slechte raadgever is. Maar ren jezelf ook niet voorbij. Dus geef jezelf ook de ruimte om in het proces te mogen groeien. En kijk dan, hey, op welke manier word ik uitgedaagd? Maar is het ook niet te heftig dat ik helemaal stop met alles, zeg maar? Dus hoe kan ik langzaam die stapjes zetten passend bij jouw karakter en bij wie jij bent? Maar zoek dus echt vooral die mensen om je heen. Want dat is echt, die kunnen je zo ver helpen om er doorheen te komen. Als anderen ook in je geloven, anderen zeggen dat je het mag doen. Soms heb je die toestemming gewoon nodig. Ja, en wie is God daarin voor jou? De belangrijkste raadgever. God is voor mij mijn schepper, mijn vader. Maar Jezus is ook echt mijn vriend die me gewoon leidt. De Heilige Geest. Dit is misschien een beetje jargon als je geen idee hebt wat het is. Maar dat is ook iemand die in je hart woont eigenlijk. Die je wil leiden in het leven. Die je wijsheid wil geven. Ik probeer echt ook voor keuzes en voor stappen om gewoon te bidden en te vragen, hey, wat vindt u er dan van? En wat wilt u hierin tegen me zeggen? Of wilt u het me duidelijk maken wat ik hierin kan doen? En dan, ik krijg geen briefje uit de hemel of zo. Maar soms krijg je ontzettend tof. Volgens mij heb jij mij een keer een berichtje gestuurd. Toen was ik aan het bidden en ik zat echt een beetje in de rat. En toen kreeg ik was klaar met bidden en ik opende mijn telefoon en er zat een berichtje van jou. En dat ik echt dacht, hoe kan jij verzinnen om op dit moment mij precies een bericht te sturen over dat waar ik net voor aan het bidden was? Nou ja, dat soort dingen, dat zijn dan eigenlijk wel een beetje briefjes uit de hemel of een nummer wat je raakt. Ik zat pas ergens voor te bidden en toen moest ik heel erg denken dat ik een bepaalde podcastaflevering moest luisteren, terwijl ik niet wist wat het precies was. Toen ging ik dat ding luisteren en toen was het zo spot on in wat ik aan God vroeg en wat ik aan het zoeken was. En dan kan je daarin zo, zeg maar, gewoon door het gewoon te vragen en dan gewoon om je heen te kijken en te ontdekken wat er gebeurt. Dan voelt dat soms wel als briefje uit. Maar ook al is het soms niet concreet. Maar voel je gewoon in je hart van, hey, er zit hier iets. Weet je, God wil hier doorheen iets aan met me delen. En daar haal ik heel veel bemoediging en kracht uit. En kan ik ook juist daarmee, zeg maar, het succes meer vanuit zijn perspectief bekijken. Misschien is dat nog een tof voorbeeld. Ik heb een coachingsklant. En daarmee doe ik losse strategie sessies. Dus dan doen we 2 uurtjes gewoon. Gaan we zitten en brainstormen over jouw bedrijf. Gewoon één keer. En zij had een heel tof idee gekregen. En daar voelde voor haar echt, mijn God, een heel toffe naam. Heel tof plan erbij. En maar ze wilde er soort van mee aan de slag gaan. Dus echt gaan rennen. Maar het kwam niet helemaal lekker van de grond. Dus het stond, maar het ging niet echt verder of zo. En toen zei ik tegen haar in dat coachgesprek, joh, misschien is het niet voor nu. Misschien is het een ander seizoen. En is het er, maar mag je God even zijn ding laten doen, zeg maar. Dus toen zei ze van, nou weet je, ik laat het los. En werelds gezien is dat bedrijf misschien in de afgelopen maanden niet per se. Ze heeft nog 2 andere bedrijven waar ze aan werkt. En dat gaat hartstikke goed. Maar werelds gezien is dat ene bedrijf misschien niet waar ze had gehoopt dat het nu zou zijn. Maar zij deelde daar pas wat over op social media. En toen kreeg zij fantastische reacties terug van mensen die zo werden geraakt door wat er al wel stond. En die echt hele persoonlijke verhalen hadden over familieleden die geraakt werden. En dingen die hun, dus een muzikant die hun muziek al voor hun had betekend. Gewoon door even op vanuit hey, ik ga even achterover zitten. Want ik heb het idee dat het nu niet het seizoen is om te rennen. Dus ik ga niet forceren. Maar ik durf ook eventjes af te wachten. En nu begint de tijd te komen om te gaan bouwen, weet je wel. Maar dan daar ook op afstemmen van, hey, heb ik het idee dat nu het moment is om te gaan? Of trap ik eigenlijk een deur open die helemaal niet open staat? En moet ik gewoon heel eventjes chillen en even kijken wat er hier nu wel is waaraan gewerkt mag worden? En wie weet waar dan opeens op een ander moment een deur open gaat. Ja, mooi. Mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze opname. We zouden nog uren kunnen kletsen. Maar als mensen zeggen, hey, ik wil je boek bestellen, waar moeten ze dan zijn? Ja, als je naar Google gaat en gewoon intikt geroepen voor Gods plan met jou, dan vind je Royo Jongbloed, waar je hem kan bestellen, dus bij de uitgever, of boel.com. Je ziet ook mijn website erbij staan, maar ik heb zelf nog maar 5 boeken beschikbaar. Dus dan krijg je wel een persoonlijk berichtje, even in het boek geschreven. Dus moet je even zorgen dat je naam erbij zet.
En dan schrijf je dat. Maar er zijn nog maar 5. En daarna is die uitverkocht. Maar dan kan je dus wel via bol.com of via Royal Jongbloed kan je hem alsnog bestellen. Kijk. Mooi. Nou, ik zou zeggen allemaal gaan bestellen natuurlijk. Want het is niet alleen een verdiepend boek. Het is mooi ook inspiratie. En het is ook lekker praktisch. Want daar houdt Elsa van. Daar hou ik ook van. Dat is ook, dan kan je dit zomaar in een paar avondjes of in een avondje doorlezen, denk ik. Nou, het zijn 75 stukjes. Dus die zijn bedoeld om een beetje per dag te vragen bij om lekker over na te denken. Maar zeker kan je er vlot doorheen lezen. Mooi. Nou, ik wil je hartstikke bedanken nogmaals. Wij hebben over, in onze volgende aflevering hebben we en weer een hoodie weg te geven. En we hebben weer een leuke artiest, maar ook gewoon iemand die inspireert. Gerald Troost, dat weet ik al dat hij gaat komen. Dus nou ja, nogmaals hartstikke bedankt voor het luisteren naar Wild Fate. En tot de volgende keer zeggen we dan maar, toch Marije? Zeker, tot dan.